Ja, het zal wel niet alleen in Amerika bestaan, maar daar neemt het nu toch bizarre vormen aan, de koopwoede. ABC Televisie maakte er in San Francisco een reportage over mensen die zich in een warenhuis niet kunnen bedwingen en meer kopen dan ze eigenlijk willen kopen. Maar er is één troost, er is al een zelfhulpgroep. Marianne Semmery suffers from an addiction and is getting a fix. She is a compulsive shopper who buys things she doesn't need, doesn't use, and can't afford. I just recently purchased these boots for over $100, and I can't even wear them yet because my legs are too fat. Her house is littered with unused merchandise, not just one, but several of each item, most with the price tag still attached. She is several thousand dollars in debt, but continues spending, she says, because it reduces depression. I'm overweight, so I buy. And I think, well, the next person, they're thin and they're pretty and they can wear this, but I've got every color that this comes in, you know. So it kind of makes up for my deficiencies. Psychiatrists call it obsessive compulsive disorder. Accumulating or owning things provides a sense of security and increases their self-esteem. But they have something maybe that someone else doesn't. I'm Bob, and I'm a compulsive debtor. The problem is growing. Across the country, Debtors Anonymous, whose members do not want to be identified, says its membership has doubled in the past 5 years. I was about $80,000 in debt. I became totally terrified that I was going to be put in jail because I couldn't pay my bills. Like Alcoholics Anonymous, these addicts meet regularly to support each other, learning that self-esteem does not have to be measured by how much they spend. I do not use credit cards. Period. The recession prompted this woman to join Debtors Anonymous. She says the breaking point came when her business suffered, her income declined, and her credit card debt kept rising. I couldn't take the stress. I was trying to juggle it myself, and I said, this isn't working. You need to just tell the truth to yourself and say, get some help. Marianne Semmery knows she needs help too and plans to join a support group, hoping that by talking to others with the same problem, she too can learn to control her addiction and still feel good about herself. Ken Kashiwahara, ABC News, San Francisco. Ja, Hanneke van Veen en Rob van Eden, hadden ze nu de Vrekkenkrant maar gelezen, want die bestaat in Amerika ook, geloof ik, hè, Hanneke? Dat klopt. Ja. En die heet daar de Tidewalk Gazette. En beschijnt op nogal wat exemplaren. Ja, 60.000 abonnees. Dat is meer dan die van jullie natuurlijk, hè? Nou, we zijn goed op weg. Ja? Ja. Nou, dat is 60.000 toch niet? Nou, we hebben er al bijna 1000. Ja. In een heel korte tijd. Juist. Jullie geven de Vrekkenkrant uit. Wat is dat, de Vrekkenkrant? Het is een krant waarin je van alles kan lezen over zuinig doen, over besparen. Het is niet allemaal even zwaar. Er staan ook hele luchtige dingen in, ook grapjes. Mm-hmm. Maar het gaat voornamelijk over ja, hoe je geld kan besparen. Ja. Jij bent, zeg maar, Vrek uit... uit overtuiging, ja. Terwijl Rob veel eerder het geworden is, hè? Of het moeten worden is, hoe heet dat? Ja, ik ben meer wat je zou kunnen noemen late bekeerling. Ja, want zij komt uit een groot gezin waar het wel absoluut nodig was om zuinig te zijn en jij komt uit een vrij welstellend gezin. Ja, dat klopt. Ja. Was het moeilijk om vrek te worden? Nou, het is eigenlijk wel, blijkt heel aangenaam te zijn, dat is eigenlijk de meest bijzondere ervaring ervan. Ja. Je hebt er zo'n beeld van dat die, ja, dat zuinig zijn, dat vervelend is en dat het naar is. Maar het blijkt eigenlijk je leven ja, redelijk aangenaam en eenvoudig te maken. Ja, moest je veel afleren? Ik moet redelijk veel afleren. Ik heb bijvoorbeeld vrij recent vorige week besloten om geen Apple computer te kopen die ik al bijna had gekocht. Echt, hè? Maar net niet gekocht? Ja. Inderdaad. Jammer, het was bijna reclame, maar nu niet, want je hebt er geen gekocht natuurlijk. Ja, dan is het geen reclame. Ja, er is een verschil tussen gierig zijn en zuinig zijn, toch wel? Ja. Wat is het verschil dan, als het er is? Nou, ik denk dat gierig zijn en vrekkig zijn in de oude betekenis, dat doe je voor jezelf. Hè? Dat je spaart geld of je bent zuinig om er zelf beter van te worden. Mm-hmm. En bij ons is dat niet de bedoeling. We zijn zuinig en het geld wat we uitsparen, daar doen we leuke dingen mee of dat geven we weg. Ja. Moet het wel vragen natuurlijk, zijn Nederlanders zuiniger dan Belgen? Ik denk wel iets zuiniger en ik denk ook waar, dat ze iets minder moeite hebben om er vooruit te komen. Weet u hoe het komt? Dat zou ik niet weten. Nee. Weet u het? Ik weet het ook niet, maar ik denk wel dat het veel te maken heeft met het verleden waarin de mensen waarschijnlijk gedwongen zijn geweest om met heel weinig een leven op te bouwen. Met minder dan wij dan? Met veel minder dan wij, denk ik. Dan wij bedoel je met wij bedoel je wij. Wij de Belgen, maar ook wij de huidige Nederlanders, denk ik.
Juist, ja. Lennart van Empel is een Nederlander. Ja, dat klopt. Jij bent een levend voorbeeld van de Vrekke krant. En overtuigd Vrek ook. Ja, toch wel. Ja. Want je bent zelfs verhuisd met de trein, geloof ik, hè? Ja, ik heb via Rob heb ik een fietskarretje kunnen lenen. Daar heb ik mijn spullen ingezet. Ik heb een vouwfiets, dus die gaat ook al gratis in de trein. Ik reis gratis met de trein. En voor fietskarretjes hebben ze nog geen tarieven, dus die ging ook gratis in de trein. En de totale kosten waren 2,80 gulden. Ja. Voor een verhuizing van Den Haag naar Poppel in België. Ja, je was op weg naar Poppel, want je wou in Tilburg geen studentenkot huren, wat je eigenlijk had moeten doen. Was te duur zeker? Er was er ook geen te vinden, maar er was ook veel duurder geweest als ik er één had gevonden, ja. Kom je wel eens in een café? Nauwelijks. Nee, het kostte veel misschien? Of ja, dat ook, ja. 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 En als ik er kom, dan betalen anderen voor mij vaak. Ja, ja, ja. Ja. En als je een hamburger gaat eten, dan drink je ook, heb ik gehoord. Ik heb het wel eens gedaan bij de McDonald's. Dan kocht ik een hamburger, maar drinken nam ik dan zelf mee. Dan vraag je daarom zo'n bekertje. En daar schenk je dan het drinken in. Ja, dat is wel hoogst ongebruikelijk natuurlijk, hè? Ja, mensen kijken wel even, maar nou ja. Ja. Jij woont op een camping in een caravan? Ja, in een staakcaravan, ja. Ja, goedkoop ook. Ik betaal zo'n 6.000 frank, zo'n 330 gulden. Ja. Goed, Rob, jullie hebben je auto verkocht? Ik heb mijn auto niet verkocht. Ik kreeg een klein ongeluk en toen heb ik besloten om geen auto meer te nemen, geen nieuwe auto. Ja. En dat heeft mij in de afgelopen 15 jaar ongeveer 1 miljoen Belgische francs aan winst opgeleverd. Ja, maar je moet wel te voet gaan nu of met de tram? Nee, want dan heb ik dus de kosten van een openbaar vervoerkaart, de kosten van regelmatig taxirijden en de kosten van autohuur, als ik een auto nodig heb ik daarvan afgetrokken. Ja, die vervoerkaart moet je dan wel kopen natuurlijk. Ja, maar die kost slechts 400 gulden per maand en daar kan je natuurlijk nooit een auto van hebben. Tenzij je er een vindt ergens. Precies. En gebeurt dat wel eens? Een auto vinden? Nee, en zo'n kaart vinden bedoel ik. Ja. Nee, ik vind zo'n kaart niet. Ik heb er al jaren een. Het bevalt me ontzettend. Je kan dus elke trein, tram of bus instappen. Ja. En dat is zeer aangenaam. Ja. Hebben jullie een krant, Anneke? We hadden een krant en omdat we veel reizen, vinden we regelmatig kranten in de trein. En die lezen we dan. Ja. Telefoneer je wel eens? Heb je een telefoon? We hebben een telefoon en ook daar doen we wat anders mee dan andere mensen misschien. We letten heel goed op de goedkope tijden. Die zijn in Nederland. Vrijetijdstarief heet dat hier, ja. Ja. Vrijetijdstarief. Ja. Wij noemen dat sinds kort het Vrekkertarief. Ja, maar ik neem aan dat je liever hebt dat de mensen jullie opbellen, zeker. Hè? Dat is eenvoudiger. Dat is nog handiger. Ja, en goedkoper, ja. Moet je wel even bellen naar de mensen om te vragen of ze jou willen terugbellen, maar het is toch wel makkelijk. Ja. Nou, wij hebben een antwoordapparaat en daar heb ik ook de boodschap op van u kunt ons het beste na zessen terugbellen. Ja, dan is het goedkoopste. Ja. Ja. Hebben jullie een toilet? Vraag het maar aan de andere. Ja, we hebben wel het toilet. Wij hebben het toilet. We doen het ook op het toilet. Ja. en wij hebben dus ooit in de krant daarover geschreven dat wij na een plas de wc niet doortrekken. En dat heeft grote verwarring gezaaid in het hele land. Zegt u na een plas de wc niet doortrekken? Wij trekken de wc niet door, omdat we ontdekt hebben dat je ongeveer met 1 liter water kan je heel goed de wc reinigen na een plas. Dus we hebben een emmer water in de wc staan. We daarin een pannetje en scheppen wij zo in de wc. Ja, het is allemaal. En dat scheelt dus per jaar, scheelt dat per persoon 20.000 liter water. Ja, het is meegenomen. Ik bedoel daarmee, het is alleen maar een voordeel. Hè? Het is goedkoper bedoel ik eigenlijk. Het is goedkoper en het is eigenlijk zonde dat de gemiddelde Nederlander, denk ik, 40% van zijn drinkwater door het riool spoelt om zijn ontlasting weg te spoelen. Ja, de Belgen ook denk ik, dat is ongeveer dezelfde manier van plassen die we hebben. Ja. De douche, neemt u wel eens een douche? Oh, ja, zeker, ja. En hoe gaat dat dan? Ik vraag het, want ik weet het namelijk. Ja. Het is misschien wat intiem en ik heb wel ontdekt dat de mensen ook in België makkelijker over hun seksleven of intieme dingen praten dan over zuinig zijn. Is dat zo? Maar ik wil erop antwoorden. Wij douchen na de grote vakantie hebben we ontdekt dat koud douchen op een camping vind je eigenlijk heerlijk. En daar betaal je een hoop geld voor en in de zee gaan en toen dachten we, nou, als we thuiskomen van vakantie, dan zetten we niet de boiler weer opnieuw aan. Maar we gaan gewoon koud douchen. En dat was in het begin even wennen, maar nu vinden we het heel lekker. Ja. Ja. Dacht u dat het licht ook uitdeed, of vergis ik me? Dat doen we ook uit. Ja. Ja. Maar dat leidt ook tot allerlei vreemde veronderstellingen. Want
Het licht is wel uit, maar er komt eigenlijk genoeg licht door het bovenraam. Ja. En nu, u het toch niet zegt, gaat u niet samen onder de douche eigenlijk? Is dat niet? Dat is nog economischer. Ja. En vooral in het donker is dat natuurlijk actie. Ja, dat heeft alleen maar voordeel. Ja. Meneer Nevelsteen, u bent het levend voorbeeld van de douche dan weer, want u neemt de douche op uw werk, hè? Precies, ja. Ja. Precies. Bij mij op het werk wel gratis douchen, zeep en handdoeken verstrekt, dus waarom zou ik het laten? Ja. Hoef ik thuis niet te verwarmen, niet de boiler op te zetten. Je moet dan wel langer blijven natuurlijk op je werk. Ja, dat kan 5 minuutjes schelen, ja, precies. Maar U bent een beetje vrek geworden uit noodzaak, want u bent gescheiden, toen was u alleen en toen moesten we Die tijd heb ik wel moeten scharen om alles bij elkaar te krijgen. Dus moest ik werkelijk uitkijken en dat is eigenlijk nu een hobby geworden. Ja, heeft u zo wat tips, wat trucs om zuiniger te leven? Maar dat kan gebeuren. Dus bijvoorbeeld, verleden week was er een aanbieding van een benzinestation. Tanken, gratis in glas. Dus ik tank half. Volgende dag ga ik natuurlijk de rest tanken. 2 glazen? Ja, precies. Ja. Ja, ik moet dan wel terugkomen natuurlijk naar het station. Dat kost je wel wat benzine. Ja, ik rij veel. Ja, dus het is... en u drinkt veel wellicht, gezien u veel... Of niet misschien? Nee, toch niet. Absoluut niet. Bent u niet? Toch zeker geen mazoet. Nee, zit u ook wel eens in een café? Ja, dat gebeurt als ik uitgenodigd word. Ja. En drinkt u, bent u die man die altijd van die grote glazen bestelt, omdat dat langer duurt? Dat kan gebeuren. Ja. Daar kan u langer voor zitten natuurlijk. Dat kan ik langer voor zitten. Moet u niet zo... hoe kijkt u televisie? Dat hangt er vanaf. Als ik beneden zit te kijken, alleen en ik heb de verwarming aan, dan durf ik die wel eens afzetten en dan ga ik boven in mijn bed kijken. Lig ik lekker onder de dekens, verstook ik minder elektriciteit, dan is een kleine televisie. En dus dan bespaart u natuurlijk wel Dat bespaar ik, ja, op de verwarming. Ja. Als u gaat winkelen, dan koopt u ook goedkopere dingen? Of, Nee, niet goedkopere dingen die in aanbieding zijn. Die ik dan toch kan gebruiken, dus die koop ik wel in aanbieding. Maar ja, dat is een gewone tip, dat zal iedereen wel proberen, denk ik. Hè? En dat ik dus uitspaar, dat kan ik gebruiken voor een hobby of iets anders te doen. Ja. Ja, Hanneke, geef jullie wel eens een cadeautje? Zeker. Ja, zomaar weg, zo zonder meer? Ja hoor, we zijn zeer vrijgevig. Maar ik denk wel dat u vraag bedoelt, ja. Dat we niet zomaar iedere keer in een winkel een fles wijn of een grote bos bloemen kopen. Dat bedoel ik, ja. We denken echt na wat iemand leuk zou vinden en wat we zelf leuk vinden om te geven. En dat kan ook zijn een plantje wat je zelf opkweekt of koekjes die je bakt of een cake die je bakt. Het kan ook iets zijn wat niet zoveel kost, maar waar gewoon een beetje je creativiteit in gaat zitten. Ja, maar cadeautjes krijgen is nog zuiniger, neem ik aan. Dat kan zuinig zijn, zeker als het niet zo'n leuk cadeautje is, want dan zet je het in de cadeautjeskast. Hè, dan kan je het later nog eens... Ja. En dan kan je het later weer weggeven. Ja, dat is goed. Als ik ooit bij u is kom, moet ik daar toch aan denken. Ja. Gaat u wel eens op vakantie? Wij gaan al jaren, en eigenlijk ook niet uit vrekkigheid, maar gewoon omdat we het leuk vinden, lopend op vakantie. Dus al wandelend... We gaan dan de voordeur uit en dan of links of rechts. Kost wel schoenen natuurlijk, hè? Dat kost schoenen, maar dat is een stuk goedkoper dan... Ja. En dan ziet u maar een klein stukje van de wereld. Dat is dan wel het... Ja, maar ik heb ontdekt dat het eigenlijk niet uitmaakt of je nu heel ver weg gaat of dichtbij bent. Als je gaat lopen, dan zie je de hele dag zo ontzettend veel. Dan blijkt iedere plek op aarde eigenlijk interessant te zijn. Ja, het heeft niks te maken met zuinigheid. Dat vindt u gewoon zo. Ja. Waar logeert u dan als u... Nou, wij zijn in Nederland zijn we lid van de Natuurvrienden. En dat is een zeer goedkope manier om te overnachten. Je kan ook bijvoorbeeld... bij particulieren overnachten. Er zijn allerlei lijsten met adressen. Daar kan je voor zo'n 15, 20 gulden per nacht kan je overnachten. Ja, bij vrienden is het nog goedkoper natuurlijk. Dat doen we natuurlijk. Wij proberen regelmatig via die vrienden natuurlijk ook de route uit te zetten. Ja. Ja, Hanneke, is het nu een soort filosofie? Ik bedoel, denkt u dat u daarmee de mensen beter maakt? Of is het gewoon dat u zegt, ik wil de mensen tonen hoe je praktisch echt goedkoper kunt leven? Beide. Er zit ook wel een heleboel denkwerk achter. Maar... ik denk ook dat het een beetje een taboe is en dat mensen die noodgedwongen zuinig moeten zijn, door die krant daar ook openlijk over durven praten. Mm-hmm. En dat heel veel mensen schrijven ons ook van eindelijk erkenning of eindelijk herkenning, hè, die vinden dat heel leuk. Ja, trouwens veel van die tips maken ook dat het milieu er wel bij vaart. Absoluut. En het is niet zozeer een milieublad, het is echt een bezuinigingsblad, maar we zeggen... 90% van de dingen die je doet uit zuinigheid, daar spaar je ook het milieu mee. Ja, ze zouden jullie denk ik goed kunnen gebruiken als minister bij ons, want dat hebben we nodig. Wow, als er een vacature is. Juist, dan zullen we het u laten weten, hè? Ja. Langs de telefoon. We zullen zelf bellen. Okay. Goed, bedankt voor het komen, allebei. Graag gedaan.
Hanneke van Veen en Rob van Eden, u hoort ze elke dag om 12:55 met een zuinigheidstip op Radio Donna. Als u bij uw buurman gaat luisteren, kost het u niets. En nog een goed idee voor de...